We zijn gearriveerd. Nog een lege plek. We wachten op de bus. Uitladen en opbouwen. En dan, ja, vanavond gaan we al open. Ja. En wij staan op nummer. Dit nummer. En 13 zilverspoor. Signeren. Tekenen. Op de vrijdagavond. Het is gelegd. Het is gezellig. Jan verkoopt de hele serie van het patroon en een misdaadniker. Vind je heel vervelend. Daarom laat ze alle pennen vallen. Dus ze gaan en Satalia boeken, de hele serie wordt hier verkocht. Dus Robert is even bezig met signeren. Wel heel gaaf. En met dit boek mag Diana een koek. Dat heeft ze verdiend. Dat ik koekjes uitdeel. En dit is een bijzondere. Ja, dat is een hele bijzondere. Dit is de koek. Ja, dat die. Wordt gesigneerd. Nou ja, altijd leuk als we net open zijn en mensen weten ons al te vinden. Het is nog niet zo druk. Je hoort dat langzaam het geroezemoes binnenkomen. Dus ja, we gaan vrolijk verder. En er worden ook sieraden verkocht. Altijd leuk. Ringen gepast. En er wordt ingepakt. Wat is het? En we hebben ook boeken voor. De fans van Studio Ghibli. Hij is bijna op, maar het is altijd leuk als alles wat we doen gewaardeerd wordt door klanten. En als je als bedankje dan een hele lekkere, overheerlijke stroopwafelcake krijgt. Kijk, er wordt volop van genoten. En ik moet weer afrekenen. Druk gesigneerd. Natasja verkoopt een trilogietje. Dus een kip die doet weer een vertellingje van de ondergang. Ja. En daar komen de koffie, dames. Ook iedereen heeft zijn taak. En Ian is ook wel lekker aan het signeren. En zo gaat het gastje ook. We gaan weer lekker door. En Robin Roosendaal wordt geïnterviewd. Peter is aan het signeren. En
Hier wordt weer druk geshopt. Het is iets over 1, het is lekker druk. Het is duidelijk dat iedereen terug van de lunch is. Je ziet het ook in het pad. Dus ja, er wordt lekker gekocht, verkocht, gepraat. En Tigo, is wat eten, eet smakelijk. Peter is wat eten, ja, het snoepen uiteraard. Johan. Ja, en zo heb je de rest van de hal, hè, waar het ook gewoon druk is. Het is 5:05, zondagavond, de Dutch Comic Con zit er weer op. Dus dan zijn wij bezig aan de laatste fase van de Dutch Comic Con voor ons. En dat is het afbreken van de stand, inladen van de bus en het uitladen weer van de bus bij ons in de opslag. En dat zijn we nu lekker aan doen. We hebben gelukkig dat de auteurs helpen, dat is altijd super fijn. Dus we gaan snel door. En tot de volgende bus. Voor ons is dat Kasselfest. Dus we hopen jullie daar te zien. Tigo, dag Tigo. Het is klaar, de Dutch Comic Con. Wij gaan naar huis. En hier wordt een zeehond ontvoerd. Waar is Ian? Ian, je zeehond? Nee! Nee!